In de Surinaamse media, dagblad de Ware Tijd, staat een stuk met de kop: NPS voorzitter Rusland pleit voor overheidssteun Koroniaanse ondernemers. Het artikel beschrijft de recente discussie in Coronie, Suriname, waar Gregory Rusland, de voorzitter van de NPS, Nationale Partij Suriname, pleit voor overheidssteun aan lokale ondernemers, met name producenten van kokosolie en honing. Rusland benadrukt dat een tekort aan grondstoffen momenteel de productie van deze gewilde producten belemmert en dat overheidssteun nodig is om deze ondernemers te ondersteunen. Tijdens de discussie werd ook gesproken over het gebrek aan ondersteuning voor ondernemerschap in het district Coronie vanuit de overheid. Rusland benadrukt dat hij persoonlijk de uitdagingen heeft gezien waarmee olie- en honingproducenten te maken hebben en gelooft dat met voldoende steun deze producten niet alleen lokaal kunnen worden gebruikt, maar zelfs geëxporteerd kunnen worden. De discussieavond bracht ook andere kwesties aan het licht, zoals het potentieel van Coronie als agrarisch district en de behoefte aan ondersteuning voor lokale ondernemers om te kunnen concurreren en groeien. Er werd gesproken over het verleden van Coronie als een agrarisch powerhouse dat helaas afhankelijkheid is geworden. Er werden ook suggesties gedaan voor het aanpakken van problemen zoals de boedelkwestie en het stimuleren van agrarische opleidingen om lokale vaardigheden en ondernemerschap te bevorderen. De NPS verzamelde feedback tijdens de discussiebijeenkomst. Die naar verwachting zal worden meegenomen in een verkiezingsprogramma, wat suggereert dat dit onderwerp politiek relevant is en kan leiden tot beleidsveranderingen in de toekomst. Ik zal lezen waar dit stuk over gaat. Paramaribo, door een tekort aan grondstoffen kunnen Coroniaanse producenten van kokosolie en honing momenteel niet voldoende produceren. Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, vindt dat deze ondernemers moeten worden ondersteund door de regering. Kokosolie en honing zijn gewilde producten. Die zonder stagnatie moeten kunnen worden geproduceerd, zei de NPS-voorzitter vrijdagavond in Coronie tijdens de discussieavond. De ontwikkeling van Coronie, hoe verder? Tijdens de discussie kwam naar voren dat ondernemerschap in het district weinig steun krijgt van de overheid. Rusland zegt de vraagstukken waarmee de olie- en honingproducenten kampen persoonlijk te hebben meegemaakt. De voorzitter is van mening dat kokosolie en honing uit Coronie niet alleen lokaal gebruikt kunnen worden, maar bij voldoende productie zelfs geëxporteerd kunnen worden. De vraag naar honing en olie is groot. De ondersteuning moet van de staat komen, zodat coronianen de gelegenheid krijgen om voldoende te produceren, zei de NPS-topman. Koronie heeft alles in zich om het veeteelt, visserij, landbouw en toerisme district bij uitstek van Suriname te worden. Henry Macdonald, geld nodig, dit land heeft geld nodig en we kunnen alleen verdienen door te produceren en te exporteren. Ik heb er geen moeite mee als je ermee verdient, zolang je ook overdraagt aan de staat. Die met de geheime belastingen kan zorgen voor onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en infrastructuur, al dus Rusland. Henry MacDonald, inleider van de avond en koroniaan in Hart en Nieren, sprak in zijn presentatie over de glorieperiode van koronie. Hoewel deze glorie niet tot volle wasdom is gekomen, gaf hij voor de toekomst heldere handvatten. Koronie heeft alles in zich om het veeteelt, visserij, landbouw en toerismedistrict bij uitstek van Suriname te worden, zei de inleider. Over de aanstaande ontwikkeling van olie en gas zei McDonald dat door de ligging van Coronie het district alle ingrediënten heeft om een rol te spelen bij de ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen. Hij sprak de hoop uit dat bij de ontwikkeling van de olie en gasindustrie Coronie wordt meegenomen. Panelit Mohammed Khodabaks legde uit waarom Coronie het land van melk en honing werd genoemd. Coronie was zelfstandig. Men exporteerde alles van hier rechtstreeks naar het buitenland. Colदाबाद noemt Koronie een landbouwpowerhouse dat helaas afbrokkelde van zelfvoorzienend naar afhankelijkheid. Famierman Gron Gracita Tolut betitelde de alom bekende boedelkwestie van Kolonie als Famierman Gron. Zij stelde voor om een website te maken zodat elke Koroniaan kan inloggen en een bijdrage kan leveren om deze kwestie niet langer te laten voortbestaan als een hindernis voor de ontwikkeling van het district. Ook zij zei dat er in het immens agrarisch potentieel van Koronie geen mogelijkheden worden gecreëerd voor Coronianen om te blijven in hun thuisdistrict. Dat moet veranderen en ze pleiten voor agrarische opleidingen zodat de Koroniaan de skills krijgt om te ondernemen. Nu probeert iedereen een baan bij de overheid te bemachtigen. De discussiebijeenkomst leverde voor de NPS aardig wat feedback van de aanwezigen op. Voorzitter Rusland gaf aan dat de partij de input verzamelt en mee zal nemen in haar verkiezingsprogramma.